Goedenavond kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waarin het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President Santokki naar Schotland voor 26e klimaattop. Uitspraken rechtszaak tegen minister Ramadine op 11 november. Kuswacht Suriname en Guyana buigen zich over samenwerking. Suriname schenkt partij Pfizer vaccins aan Jamaica. AstraZeneca boostervaccinatie vanaf heden beschikbaar. Lotus Group richt ICT lokaal scholengemeenschap Mongotapu in. En Mohana protocollen nog steeds van groot belang. President Chandrika Prasad Santokki is op donderdag 28 oktober 2021 aan het hoofd van een Surinaamse delegatie naar Schotland vertrokken. Het staatshoofd zal in de stad Glasgow de 26e klimaattop van de Verenigde Naties bijwonen. Deze klimaattop duurt van 31 oktober tot 12 november. Tijdens deze summit van wereldleiders zal er aandacht gevraagd worden voor klimaatverandering. President Santokki zal stilstaan bij de gevolgen van klimaatverandering en het vergoeden van groene landen. Het Surinaamse staatshoofd zal ook het standpunt van Suriname voor wat betreft klimaatverandering kenbaar maken. Suriname zal zich onder andere sterk maken voor het belang van carbonbelasting en bescherming van de mangrovebossen. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid is op donderdag 28 oktober 2021 voor de rechter verschenen. Hij is voor de groene tafel gesleept om vermeende beledigingen aantasting. De indieners eisen rectificatie door de bewindsman. De uitspraak in deze zaak vindt plaats op 11 november aanstaande. Minister Ramadine zegt dat het hem vooralsnog onduidelijk is hoe hij mensen beledigd heeft. Het is in ieder geval nooit de intentie geweest om mensen te beledigen, aldus de bewindsman. Hij stond de communicatiedienst Suriname als volgt te woord. Ik ben als persoon gedagvaard in een rechtszaak. Welke is aangespannen door een groep die zich beledigd voelt of wel gekwetst is. Dus ik moet in dat kader ben ik gedagvaard om hier aanwezig te zijn. Het heeft te maken meer met de vaccinatiedwang die de groep meent dat de staat uitvoert. Ook zou ik ze beledigd hebben. Maar in dat kader ben ik dus gedagvaard en hebben wij gekeken naar waar eigenlijk mijn van mening is dat ik beledigd zou hebben. Ik kan dat helaas niet terugvinden. Gelukkig ook niet, want ik heb nooit die intentie. Dus in dat kader ben ik hier als namens de staat en als persoon. Maar het gaat om de groep verontruste burgers die eigenlijk een petitie had ingediend bij de president. Toen de waarnemend president, de heer zijn excellentie Ronnie Brunswijk. Waarbij gevraagd was aan de regering om af te stappen van vaccinatiedwang. Dat wij eigenlijk moeten ophouden met het beleid wat we voeren. Dus dat zijn we goed gaan nagaan. Aan de hand daarvan had ik dus een interview afgestaan in het COVID-journaal onder andere en nog bij een ander programma waarbij ik mijn ongezouten mening heb gegeven over de inhoud van de petitie. Dat mag. Ik bedoel, als iemand een petitie indient in het publiek en de media erbij is, dan mag ik ook de samenleving informeren over de inhoud van de petitie zoals ik het zie als minister van Volksgezondheid. Dus dan moet men wel tegen een beetje kritiek kunnen als ik zaken natuurlijk beredeneer, beargumenteer, probeer met bewijs aan te tonen dat het niet klopt, dan kan een groep het als belediging zien, maar daar verschil ik van mening. Dus we zijn hier, ik ben gedagvaard, dus ik ben hier, ik voldoe aan mijn plicht. En daarom ben ik hier ook om het beleid van de regering te verdedigen. Want moet duidelijk zijn dat wij een beleid hebben uitgestippeld voor het land, met het doel om die bescherming te brengen in het kader van de beheersing van COVID. En de coronapandemie neemt in alle landen steeds ergere vormen aan. Maar je merkt dat in landen waar er gevaccineerd wordt, de pandemie nog steeds gaande is, maar veel mildere vormen aanneemt. We hebben hier gemerkt dat onze vaccinatiegraad
nog niet eens 45% is volledig. Je ziet ook dat daardoor de ziekenhuisbezetting nog steeds hoog is, omdat er heel veel ongevaccineerden rondlopen. Als we het vergelijken met landen die een hogere vaccinatiegraad hebben, dan merk je dat de ziekenhuizen ook veel rustiger zijn. En dat is, die druk op die zorg neemt toe. En de directe oorzaak daarvan is doordat heel veel besmette personen die daar komen te liggen, praktisch 88-93% komt doordat er een hele groep ongevaccineerden daarvan deel uitmaakt. Dus dat is eigenlijk de insteek die ik heb gegeven. En dan vindt eigenlijk de groep van, je hebt die mensen beledigd en zo, want het is niet waar. Maar het is de waarheid. Dus we moeten wel de waarheid onder ogen kunnen zien. Vooral als je beleid maakt, moet je werken op basis van de feiten. En niet op basis van gedachten van, oké, het zal misschien goed zijn. Het is een feit, het is gewoon een feit. Je leert en je past je beleid aan. Dus dat is het. En ik hoop dat de groep willing is om te luisteren naar onze meningen en inzichten. En daarvoor zijn we hier. Het is een schriftelijke procedure, waarvan vandaag nog geen uitspraak is. 11 november is er uitspraak. En ik denk dat er dus van nu tot 11 november een aantal over en weer communicatie zal moeten zijn. In die tussentijd gaan we gewoon door. Het virus slaapt niet. Het virus gaat door met besmettingen. Wij blijven vaccineren. We zijn gisteren met de vaccinboosters begonnen voor AstraZeneca. Dus het beleid gaat door. Maar dit heb je ook, ik heb ook laatst gezegd, in de hele wereld zijn heel veel ministers van volksgezondheid voor het gerecht gesleept. Omdat, ja kijk, het is nieuw. En mensenrechtenorganisaties en andere patiëntenorganisaties die vinden maatregelen van de overheid om eigenlijk het virus in te dammen, te stringent. Dus dan snap je wel die beweging van nee, niemand gaat mee komen opleggen, ik heb nog steeds mijn vrijheid, et cetera. Dat hebben we ook gezien hier, ik was ook hier een paar maanden terug. In die case van meneer Stuttgart en meneer Donk, in verband met de mondkapjesplicht. Je ziet, ik ben gevaccineerd, maar ik heb mijn mondkap nog steeds op. Waarom? Omdat er een hele grote groep ongevaccineerden nog rondloopt, die ik potentieel, die mij kunnen besmetten nog steeds, en ik eventueel als drager van het virus, hun ook kan besmetten. Dus dat heeft een dubbele functie, die mondkap. Die mondkap beschermt mij, maar ik bescherm ook anderen. Dus ik ben hier geweest voor de mondkapjesplicht, die hebben wij ook onze zijde gehad. Het verzoek om de lockdown op te heffen. Dat was ook een ander verzoek. Maar we hebben altijd met bewijs gewerkt. We hebben altijd evidence-based de rechterlijke macht kunnen overtuigen dat wij proberen het beleid te maken in het kader van het algemeen belang. En we houden ons niet bezig met individuele belang, maar meer met het algemeen belang. Dus ik ga over de inhoud van deze zaak wil ik het niet hier per hebben, maar belangrijk is wel dat wij niet schromen om rechtszaken te vermijden. We gaan gewoon er tegenaan. De kustwacht Suriname zal met haar Guyanese counterpart nagaan hoe in de toekomst samengewerkt kan worden bij de aanpak van de gezamenlijke uitdagingen in elkaars maritieme zone. Er is gewerkt aan het opstellen van een concept, memorandum of understanding voor samenwerking, welke gepresenteerd zal worden aan beide regeringen. Dit is onder andere het resultaat geweest van het bezoek dat kolonel Julius Kiet, chef General Staff van de Guyanese kustwacht, van 20 tot 22 oktober bracht aan majoor Raju Bola, waarnemend directeur kustwacht Suriname. Beide organisaties hebben presentaties verzorgd over hun eigen verantwoordelijkheden, structuur, cultuur en geschiedenis. Verder zijn ook gezamenlijke dreigingen en uitdagingen geïdentificeerd. De Memorandum of Understanding zal verder verfijnd en door beleidsmakers van beide landen worden bekrachtigd. De gesprekken vloeien voort uit het bezoek van president Chandrika Prasad Santokhi eerder dit jaar aan zijn Guyanese ambtgenoot Irfan Ali. Hierbij is de wens geuit dat er samenwerkingsverbanden tot stand moeten komen op verschillende gebieden. Eén daarvan is het komen tot samenwerking ter bevordering van de veiligheid in het maritiem gebied. Suriname heeft op woensdag 27 oktober 2021 een partij Pfizer-vaccins gedoneerd aan Jamaica. Deze donatie ligt in het kader van afspraken en verzoeken binnen de CARICOM-staatshoofdenvergadering. Jamaica heeft een schaarste aan vaccins, welke zij ook niet op normale manier kan betrekken.
Suriname heeft op basis van deze behoefte en haar eigen voorraden ingespeeld op het verzoek. Minister Amar Ramadine van Volksgezondheid zegt dat Suriname hiermee heeft getoond haar positie binnen de regio te versterken. We hebben gisteren een partij, ik denk dat het moet zijn 45.000 doses Pfizer, gedoneerd aan Jamaica. Dit is in het kader van het verzoek welke is gekomen binnen CARICOM en besproken is bij de CARICOM staatshoofdenvergadering, waarbij gevraagd is vanuit onder andere Jamaica vanwege hun beperkte voorraden en schaarste aan vaccins en het niet kunnen betrekken op de normale manier, dus kopen, van aan landen die een eventuele overschot zouden hebben, dat wij een donatie konden doen. En op basis van onze huidige voorraden, maar ook op basis van de prospects die er zijn, dus de komende periode, dat hebben wij deze beschikbare hoeveelheid kunnen reserveren voor Jamaica. Die zijn gisteren vertrokken. Ik begreep vanmorgen vanuit van de minister van Buitenlandse Zaken, minister Ramdin, dat Jamaica zeer verheugd is. Ze zijn inmiddels aangekomen, heb ik begrepen. Ze zijn zeer verheugd met de vaccins. Er zal nog een brief komen. Maar het is voor ons een hele belangrijke donatie, omdat we hiermee hebben getoond als land dat wij ook vriendschappen in stand houden. We versterken onze positie binnen de regio, regionale partnerschappen, maar ook solidariteit met landen die over minder vaccins beschikken dan ons. Wij zijn in die positie, gezegende positie, om over genoeg vaccins te beschikken, omdat ook wij gedoneerd hebben gekregen. En dan vind ik, dan is het heel redelijk dat je dan, wanneer jij in de positie bent om ook te doneren, dat je daarover niet moet twijfelen. En dat je daar zeker invulling aan moet geven. Alhoewel er enkele parlementariërs zijn die dit niet goed vonden. En dit relateren aan het falend beleid van de regering. Dus daar heb ik die tegenvraag gesteld aan meneer Sang. Staat u niet achter versterken van internationale partnerschappen? Staat u niet achter versterken van regionale vrienden? Van de banden met de regionale vrienden? Maar men is gewoon geneigd om te linken naar een falend beleid. Maar de tegenvraag die je stelt is: als u, de parlementariër in kwestie, ook uw bijdrage had geleverd om mensen te motiveren en niet steeds afkraken bezig was geweest, dan hadden we misschien deze overschotten niet gehad. Hadden wij deze overschotten niet gehad en waren we in staat geweest meer mensen te vaccineren in Suriname, waren we nu al uit de vierde golf. Dus het is makkelijk, u weet, deze stelling, de ene vinger wijzen naar de andere, maar de vier wijzen naar jou toe. Dus wij voeren een beleid welke een evenwicht moet zijn. En welke vooruitzichten biedt, niet alleen voor ons, maar ook voor de wereld. Wij gaan ook naar Jamaica soms, mensen van ons gaan ook naar daar. Dus we hebben er voordeel aan als eigenlijk ook daar en in andere delen van de wereld er een veilige omgeving is. Dus we zijn heel blij en ik voel me heel trots dat we hebben mogen doneren. Sinds woensdag 27 oktober 2021 worden in Suriname de zogenoemde AstraZeneca boostervaccinaties verstrekt. Deze zogenoemde derde dosis wordt gegeven aan ieder die 60 jaar of ouder is en nierdialyse patiënten. Verder is het ook bedoeld voor personen met een verminderde weerstand vanwege een immuunstoornis of medicatie en zij die directe zorg verlenen aan mensen met COVID-19. Om in aanmerking te komen voor een boostervaccinatie is het belangrijk dat de persoon twee AstraZeneca-doses heeft gehad. Verder moet de periode vanaf de laatste prik minimaal 5 maanden zijn. Deze boostervaccinatie biedt extra bescherming aan personen bij wie het immuunsysteem een extra stimulatie nodig heeft. Hierdoor wordt het immuunsysteem beter voorbereid op een eventuele COVID-19-infectie en hebben deze personen dezelfde bescherming als personen die 2 doses toegediend hebben gekregen. Naast de overheid hebben ook particulieren een bijdrage geleverd aan het opzetten en inrichten van de scholengemeenschap Mongotapu in het district Marowijne. De opening van dit scholencomplex vond plaats op dinsdag 26 oktober 2021. Zo heeft de Locus Group het ICT-lokaal compleet ingericht. De organisatie is ingekomen met 15 computers en complete camerabeveiliging. Door de camerabeveiliging kunnen studenten, docenten en het personeel zich veilig voelen, bewegen en studeren.
U hoort de CEO van Lotus Group, Sanjay Sumbaran Singh, en echtgenote Sabita Sumbaran Singh. Om te beginnen hebben wij, vorige week ben ik hier geweest om te kijken wat we kunnen betekenen op het gebied van techniek. We stuiten erop dat de school nog geen computers had. Nou, wij als Lotus Groep hebben ervoor gezorgd dat wij 17 complete computers hebben gedoneerd aan deze school. En tevens ook het hele complete beveiliging op ons hebben genomen. We hebben ook een bedrijf LCS, Lotus Camp Secure. En Lotus Camp Secure heeft ervoor gezorgd dat alle camera's en alle beveiliging die u hier ziet draaien, dat is eigenlijk mede namens, dankzij Lotus Group gebeurd. Voor hoe lang zal deze school beveiligd zijn? Dit is voor leven lang. Totdat deze school bestaat, zorgen wij ervoor dat het gewoon beveiligd blijft. Hoe bent u eigenlijk in contact gekomen met de mensen hier om deze donatie te doen? Nou, eigenlijk komt dit door een hele goede vriend van ons. Ik weet niet of ik zijn naam mag noemen, maar toch ga ik dat doen. Ravin Surujbali. Ravin Surujbali die sprak erover. En ik wil een pilot draaien. En zo is het 1 en 1 is 2 geworden. Hebben wij besloten, Sabita en ik, Sabita is de CEO van Lotus Group, om de pilot hier te draaien, om alles hier goed te beveiligen. Dus het is eigenlijk dankzij Ravin Surujbali. En de voorzitter van de DNA heeft het hier plaats mogen vinden. U sprak over computers, in totaal 17 computers. Over welke computers gaat het? Wat zegt u? Welke computers? Dat zijn gewoon PC's. Dus PC's die gewoon de normale programma's gaan draaien. En voor de kinderen die alles hier nodig zullen hebben om op de site te gaan. Om alles ervoor te zorgen dat de ontwikkeling verbetert en beter wordt. Gewoon voor hier de school in Marwijnen. Nou, als CEO van Lotus Group zeg ik, behalve dat wij van Lotus Group verschillende producten, diensten en projecten hebben, doen wij ook heel veel goede sociale doelen. Zoals schenkers van, zoals u ziet, de computers. En in de toekomst hopen wij de scholen en vooral waar nodig te blijven ondersteunen. Ik wens alle toekomstige studenten heel veel succes. Zet hem op, maak er wat van. Alles staat er al van jullie. Maak er goed gebruik van. Alsjeblieft, het is van jullie. Ga er goed mee om. Be careful, het is van jullie. Blijf succes. Elkaar stimuleren en motiveren. Ja, dat is belangrijk. Het aantal toenemende COVID-19-besmettingen in ons land is nog steeds zorgwekkend. Het ligt aan ons als samenleving hoe lang wij in de COVID-19-pandemie blijven. Er zijn genoeg maatregelen getroffen en het land beschikt over een grote voorraad vaccins van verschillende merken. Dit alles met als doel de opmars van het virus te remmen. Wilt u ook een bijdrage leveren in de strijd tegen COVID-19? Dan moeten wij met z'n allen de Mohana-regels strikt blijven opvolgen. Dus mondkap op hebben, handen wassen en 1 meter afstand houden blijven van enorm belang. U wordt als samenleving opgeroepen uw deel te doen om uit deze misère te komen. Houdt u zich AUB aan de maatregelen, vermijd feestjes en andere samenscholingen waar besmetting kan plaatsvinden. Wanneer wij besluiten ons te houden aan de maatregelen en vaccinatie accepteren, kan de golf veel sneller omlaag gaan. Op die manier kunnen we heel gauw naar een normaal leven. Mijn leven is mij dierbaar. Uw leven toch ook?
Kijkers, we zijn hiermee gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.